Ben jij een vrouwelijke ondernemer die bang is dat ze haar bedrijf moet opgeven omdat ze zichzelf in de weg zit? En wil jij jouw bedrijf ongeremd runnen zodat je 's avonds voldaan in je bed ligt en dat je in plaats van allerlei dingen vermijden en zelfs liever gaat stofzuigen dan aan je bedrijf werken, dat je aan het eind echt gedaan hebt wat er op je agenda stond en mogelijk ook die eerste resultaten daaruit hebt? Dan heb ik iets leuks voor je. Ik ga namelijk een pilot in de wereld zetten waarin jij in 12 weken gaat leren hoe jij eigenlijk je beste zelf kunt inzetten om meer impact te maken in je bedrijf. En ik ga je daar nog veel meer over vertellen in de komende weken. Maar ik dacht, ik gooi dit berichtje vast de wereld in. Want misschien denk je wel, dit is me. Ik zit vast in mijn angsten. Ik hou mezelf klein. Ik ben bang dat iemand me afwijst. Als ik iets post, schrik ik van de eerste negatieve gedachten. Ik ben alleen maar aan het kijken waar ik op faal. En het voelt allemaal heel zwaar. En dat plezier, die vrijheid, voldoening waar ik mee in mijn bedrijf ben begonnen, die voel ik helemaal niet. Je voelt dat er energetisch iets nog niet oké is, terwijl je wel weet wat je moet doen. Allerlei manieren waar je merkt dat je zelf je grootste vijand bent en dat je niet het resultaat krijgt wat je graag wil en dat je gewoon ongeremd je bedrijf wil runnen, dan heb ik iets moois voor je. En ik ga nog verder uitlichten wat het is, maar ik wilde dit vast met je delen, want als dit met je resoneert, stuur me dan even een berichtje, stuur dan even het woord mission. Dan kan ik met je in gesprek gaan en laten weten wat ik ga doen. Want er komt echt iets heel moois aan. Naar aanleiding van mijn oproep heb ik allerlei vrouwen gesproken. En nog veel beter begrepen waar zij nou precies mee worstelen. En wat er nodig is om wel dat mooie bedrijf te gaan runnen. En daar wil ik je bij helpen. En om even goed de verwachtingen te schetsen. Het wordt geen business coaching. Dus ik ga je niet vertellen wat het is, hoe je je bedrijf moet bouwen. Maar het gaat over jou. Dus daarom noem ik het ook Mission Me. Wat kun jij doen om nou die persoon te worden die ongeremd haar bedrijf runt. Die weet wat ze moet doen. Die het echt doet. En dus aan het eind van de dag vol voldoening terugkijkt. Omdat je die acties hebt ingezet die tot resultaat leiden. Klinkt dat goed? Stuur me dan een berichtje, mission, en dan hoor ik graag van je.